Nou Bas, ben je er klaar voor? Oh, we lopen we al. Oh ja, we lopen. Zeker, zeker. Bas, je hebt je kopje erbij. Ik heb thee. Eerste quizvraag. Zwarte Panter. Dat is niet Pieter zwart, maar. Frans De Munk! Tuurlijk, ja je hebt. Oké wel, leefnuis Keeper. Ja, ja. ja. En Dit is V.I.Z.S.M. trouwens voor de, de kijkers en de luisteraars. Ja, het is nog vroeg, hè? Het Want is nog de, heel erg vroeg. Dan ben ik nog niet scherp met quizvragen. Matthijs probeerde me... Ik heb het al gehoord. We zijn nu een week bezig met V.I.Z.S.M. en ik wilde jou een quizvraag stellen van wie heeft in deze vier dagen de slechtste quizvraag ja, ooit ja. van de rest van de wereld verzonnen? en Dat was Matthijs Vechter, heb ja. Nee, uh, ging nou, hij dacht iets geweldigs bedacht te hebben, maar <laughs> het, het viel tegen. De antwoorden druppelen nog ingelaten uh, ja. binnen. Oh ja, ja was is ook deze vergeten? Ja, ik heb wel eens een strakkere quiz gezien, moet ik zeggen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat uh, we jaren met uh, Michel Abing uh, gewerkt hebben. Ja, die is daar. Meervoudig uh, Nederlands kampioen. Zeker. Hey, uh, laten we beginnen met een nieuw rubriekje. Het meest gelezen. Oké. Okay. Ik ja. heb aan uh, Arion, onze coördinator van de webredactie, net gevraagd wat was het meest gelezen bericht op vi.nl gisteren en op vi pro ja gokje uh, ik denk geen stuk voor mij <laughs> nee bingo <laughs> nou het meest gelezen stuk op vi.nl was uh, dat Carragher en Neville boos waren over de sterallures van Ronaldo ja. ja terecht terecht wel ja want kijk dan keer je terug ja en, en deze even een beetje ja nee is. heel goed ja dan keer je terug en dan uh, thuis hè, tegen Rayo Vallecano een wedstrijd eigenlijk die bedoeld is om ja, ook meer optimisme te kweken ook richting de seizoenstart. de enige thuisstrijd die ze spelen in de vo voorbereidingsperiode hij sluit weer aan hij zegt zelf de koning is weer terug <laughs> ja. en heeft eigenlijk niet eens het fatsoen om het laatste fluitsignaal uh, af te wachten uh, ja dat is niet uh, het voorbeeldfiguur uh, wat je wilt denk ik in je kleedkamer nee en uh, ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik, ik weet die salarissen die in de Premier League top rondgaan. Uh, ja, het is misschien onzinnig om daarop te focussen, omdat het gewoon waanzinnige bedragen zijn. Maar als je meer dan 400.000 euro per week verdient. Jeetje. En je kunt je werk, uh, werkdag uh, nog niet afmaken. Ja, dan is het toch uh, iets mis, hè? Nou nee, ja, de, en hij brengt uh, ten ook gewoon in een lastige situatie. Want die moet uh, in de interview weer gaan uitleggen hè? Nee. Dat, uh, dat Cristiano uh, de wedstrijd uh, ja, te lang vond duren, eigenlijk ja, ja dat is natuurlijk heel heel gek. Ja. Het is ook een, bijna een beetje zo dat als je vroeger een nieuwe leraar had op school, en dat je even gaat testen van, oké, okay, hoe ver kun je gaan? Een <laughs> beetje klieren. Ja, want de nacht staat natuurlijk heel, heel erg bekend. Dat heeft hij ook in de voorbereiding gedaan. Het hamer op discipline. In Engeland wordt bijna gepresenteerd van, oké, okay, United heeft weer een coach, iemand die heel veel aandacht besteed aan tactiek, aan het inslijpen van patronen. Zeker. Ja. Ergens ook best wel schokkend dat dat eigenlijk al als nieuws gezien wordt bij een club als United. En uh, nou, juist die coach die dan heel erg hamert op discipline, uh, het proces, het ja. groepsgevoel. Uh, ja dan gewoon eerder vertrekken. Ja. <laughs> dat is natuurlijk wel heel raar pijnlijk. Ja. Premier League gaat natuurlijk beginnen. Ja. Vanavond al, Crystal Palace tegen Arsenal, hartstikke leuk. We hebben er ook een aparte video over gemaakt. Vijf dingen om naar uit te kijken. Bij de start van de Premier League. Bundesliga gaat ook beginnen. En ja. de Eredivisie. We gaan nog heel even snel terugblikken op de Conference League-wedstrijden van gisteren. AZ. Ja, niet goed hè. Zakte door het ijs hè? Nou, die in Schotland. Dat kun je wel zeggen. Gewoon heel weinig uh, kans gecreëerd. Ik vond wel dat je echt zag dat uh, de spelers die ze missen, dat, dat brak ze ook wel echt op. Uh, Jasper Kals van die normaal natuurlijk heel veel creëert vanaf die linkerflank. Hele leuke speler, ja. Ja, en nu ja, was het gewoon heel lastig om een opening uh, te vinden tegen die Schotten. Ja. Dun die maakte wel echt een. Uh, Schitterende goal. Moet ja, worden. een prachtige goal Ja, het zag er goed uit. Ja, want uh, we zijn in Nederland natuurlijk. Uh, was snel geneigd om, om ze dan weg te zetten als knokploeg. Omdat ze fysiek gewoon sterk zijn, ook in de duels. Maar ja, het doelpunt was technisch uh, ja, perfect uitgevoerd. Maar goed, 1-0. ervan uitgaan dat er ook wat, uh, wat spelers terug zullen komen bij uit richting de return. Kat in bakkie, zeg jij ik had in een bakkie. Maar goed, er is nog kans. Zie je het jou dat je zo optimistisch bent? Ja, altijd. Maar nee, ik schat de kansen om door te gaan nog wel 50-50. Dat is hartstikke goed. SG Twente geeft je wel meer kansen naar de 3179. Hoe weten ze? Kokeriki. ze? Kokeriki. Kokeriki. Ja, Ari is de man op onze redactie die bekend staat om het goed uitspreken van de buitenlandse namen. Zeker. Hij zegt nu allemaal, hij, hij gilt... Wat zeg je, wat zeg je allemaal, Arie? Oh, hij weet het niet zeker. <laughs> Zullen ze gewoon de Kroaten noemen? Servius. Servius. Ja. Nog beter. <laughs> <Cool. laughs> Servius was een grapje <laughs> om te kijken of je scherp was, Bas. Uh, ja, de Conference League, de, deze obscure wedstrijden die... die, die... Ja, die, die verslinden wij natuurlijk voor de, voor de televisie. Nou, ik vond Twente wel een goede indruk. Ja, maar ik ook zeker. Uh, Doelpit van Brunet. Dat ja. uh, was echt een mooie combinatie. Het ziet er inderdaad fris uit. Ik ben, ja. ik ben benieuwd hoe ver ze kunnen komen dit zoem? Misschien wel weer vierde. Nou, dat zou een wereldprestatie zijn. Ja. Ik Vind het in ieder geval heel erg leuk dat ze na volgens mijn afwezigheid van negen jaar weer terug zijn uh, in Europa. Ja, klopt. En uh, Twente is natuurlijk een club. En die leeft, die bruist, uh, als het goed gaat. Uh, Twee leuk, wat uh, met Fiorentina, wat longt. Ja, ik, uh, ik, uh, ik volg hem met veel plezier, moet ik zeggen. Mooi zo. Vanavond gaat dus de Bundesliga, de Premier League en de Eredivisie van start. Ook de KKD. Ja. Kraker in de KKD. Twee van de favorieten. Ado. Ado tegen Heracles, hè? Ja, tegen Ado, moeten we eigenlijk zeggen. Ado speelt thuis, toch? Nee, heb ik net nog even gecheckt. Oké. Okay. Kun je dit eruit krijgen? Nee. Is jij ook gewaardeerd in nee, plaats van? Ja, uh, nee, ja. nee, uh, nee. Ja, twee van de titelkandidaten tegenover elkaar. En dat, ja, dat is eigenlijk ook wel symbolisch. Hè? Een seizoen, een KKD-seizoen, eigenlijk wat helemaal open ligt. Ik Denk niet dat je één grote titelfavoriet hebt. Ik denk dat je vier, vijf echt grote kansen hebt. Willem II uh, komt natuurlijk uh, uh, meteen in actie. Ook. Ik ben benieuwd. Het uh, debuut uh, van Dirk Kuyt als uh, hoofdtrainer in het voetbal. Ja kijk je toch wel met uh, belangstelling naar tenminste dat heb ik ja zeker en ook met de clubs die uh, die zijn teruggevallen natuurlijk hè. ado heracles willem II het zijn echt wel uh, grote clubs, clubs wat, ja, wat de kkd eigenlijk alleen maar interessanter uh, maakt het wordt leuker dan ooit dan dat soort dingen ja je dan je, dan nee je kunt wel merken dat je uh, commerciële achtergrond dat, hebt. Ja, ja klopt klopt uh, in de Eredivisie is het herveien tegen sparta ja uh, we hebben een groot stuk uh, op VI Pro. Best gelezen. Door Tom Knipping. Best gelezen. VI Pro stuk. Inderdaad van gisteren alle begrotingen van alle 18 Eredivisieclubs op een rij. Ik heb even de begroting van Heerenveen en Sparta erbij gepakt. 18 miljoen voor Herenveen En die staan op de achtste plek dan, qua begrotingen. En negende, op de negende plek staat Sparta, dus het is echt de 8, nummer 80, nummer 9. En uh, Sparta heeft 13 miljoen als begroting. Ajax 160. De laagste mag jij gokken. Um, speel op Bouwenstein. kleine hint ja, 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 klasse. Natuurlijk. Ja, 7,5 miljoen. Nee, dat is wel logisch. Kijk, Emmen is natuurlijk uh, ook nieuw, maar die, uh, die hebben financieel behoorlijk wat mogelijkheden. Ook als je ziet wat ze op de transfermarkt doen. Um, en vaak. Ja, het cliché is natuurlijk wel dat, uh, dat je een zak geld uh, nooit hebt zien scoren. Is dat zo? <laughs> maar uh, ja, vaak geeft het natuurlijk wel een indicatie van wat je kunt verwachten van een ploeg. En ook als je het geldklassement ziet, uh, te lezen op VI Pro. Ja, het geeft toch wel een aardig beeld van uh, wat je van een bepaalde club kunt verwachten. Ja, zeker. Uh, jij bent dan natuurlijk vooral volger van het buitenlands voetbal. Ja. Premier League, La Liga, Serie A, Liga, noemen het maar op. Vanavond... Arsenal in actie. En ik moet zeggen, ik verwacht echt veel van Arsenal. Eindelijk een keer ja, dit seizoen. Ja. En natuurlijk is het een vertekend beeld. Ze spelen in de, in de voorbereiding iedereen aan Gort ongeveer. Sevilla ja, helemaal civilaardig gespeeld. Ja, echt speelt. kapot gespeeld. Maar ja, het zegt natuurlijk uh, niet zoveel. Volgens mij begon Mark van Bommel bij Wolfsburg ook allemaal met, uh, met zegens in de ja. voorbereiding. En ging ja. het daarna iets minder. Ja, Die werd misschien wel het slachtoffer van zijn eigen succes. Want ja. na die, die opening werd er wel heel veel verwacht. Ja. Ja, je kunt in ieder geval van Arsenal zeggen dat het echt staat. De laatste twee uh, oefenwedstrijden met dezelfde basis uh, begonnen. Um, en bij Arsenal was het lang toch een beetje zoeken hè, op de transfermarkt. Uh, niet doortastend genoeg in de laatste seizoenen. En ja, nu echt uh, en met Gabriel Jesusa de nieuwe blikvanger uh, gehaald. Ja, het is wel interessant wat we hem om hem heen allemaal gebeurt. Met de Eudegaard erachter, Sakka vanaf rechts... Martinelli vanaf links. Ja, Misschien het... Gakbo nog in de nabije toekomst? Ja. Dus... ja, ik weet niet. Ik moet zeggen dat... Het ja, lijkt mij niet logisch, als ik eerlijk ben. Omdat uh, Eudegaard is uh, aanvoerder. Nou, als nummer 10 gaat hij gewoon altijd uh, spelen. Uh, Sakka op rechts is ook zo, ja, zo zeker uh, van zijn plek als wat. Nou, links is natuurlijk wel hè, de favoriete positie van Kakpo. En je hebt daar Martinelli. En je hebt daarachter nog zitten Emil Smitro. Die ja, vanaf tien, tien. En vanaf links kan spelen. Dat is eigenlijk een te groot talent om helemaal niet te laten spelen. Eens. Um, en Martinelli natuurlijk. Hè, hij is nog jong, hij is schillig. Um, dus daar liggen wel kansen in fase van het seizoen. Maar met Smitro heb je daar ook wel nog een uh, prima alternatief voor. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat Arsenal voor voorin nog iets zoekt. Hè, want daarachter. Achter die genoemde spelers uh, zijn niet heel veel opties. Een catcher heb je natuurlijk nog voor de, voor de spitspositie. Ja. Alleen om dan, hey, Karkos had toch wel uh, veel moeten opleveren hè? om dan, uh, ja, wat zou die moeten kosten? Nou, denk ik een miljoentje of veertig. Ja, om dat dan neer te leggen voor een speler als Arsenal zijnde. Hè, terwijl je geen Champions League voetbal hebt, om dat dan neer te leggen voor een speler die je niet direct zonder twijfel in de basis zet. Ja, lijkt mij gewaagd. Ik zie dat heel gezegd... Uh... Niet gebeuren. Nee, ja, ik zou het een aparte keuze vinden. Ja, een aparte ja. keuze. Van zowel Arsenal als Cody. Ja, ook wel. Richting het uh, WK is natuurlijk uh, speeltijd heel belangrijk. Zeker. En bij Arsenal, ja, ik, ik denk dat het een beetje onderschat wordt hoe, uh, hoe goed die ploeg al uh, in de stijger staat. Arteta natuurlijk al een tijdje bezig daar. Ze gewoon aanvallend voetbal. Wat ik zeg, veel jonge spelers die zich wel goed ontwikkeld hebben. Voor wie dit ook wel echt een... Uh, ja, een groot seizoen gaat worden. Ik denk dat, uh, ja, er wordt de nodige verwacht van Arsenal. Ik denk dat ze met deze ploeg zoals die nu staat, deze baas zelf, dat ze al mee uh, kunnen strijden. Nou, dat ze een serieuze kans maken om vierde te worden. Um, dus het nou, ja, lijkt mij uh, niet logisch als je dan een speler haalt uh, voor dat bedrag. Goed, we gaan het zien. De transfermarkt is maar... nog even open. De bal is rond, wil je zeggen? Nee, nee, het veld nee, nee. is nieuwe, nieuwe in Londen binnenkort een Nederlandse buitenspeler, hè? Vertel, Justin Kluivert. Justin Kluivert, hard op ja. weg uh, naar Voelen. Hard op weg, dat is al bijna rond. Inderdaad, 10 miljoen moet hij kosten. Ja. We hebben het net toevallig even... Nee, dat wist we natuurlijk uit ons hoofd. Oké, okay, we hebben het opgezocht. Hij is 23 jaar oud. Ja. Vijf clubs inmiddels versleten. Ja. Noem ze eens op. Ajax. N nice. Nice. Roma. Roma. Um, Leipzig natuurlijk. Leipzig, ja. ja. Ja, Die periode was je bijna vergeten. En dan Fulham. Bijna, ja, het is toch allemaal... Uh, ja, wisselvallig geweest. Hè. geen moment echt, zeg maar, anderhalf maand echt in vorm geweest. Nee. hem. Uh, in championship speelt ze heel aanvallend. Uh, Mitrovic uh, maakt, ja, maakt het een na het andere doelpunt. Harry Wilson was heel goed daar, de assistkoning. Die speelt vanaf rechts. Hè. Linkspootjes, komt naar binnen, goede traptechniek. Zij dus ja, die die linksbuitenpositie was nog wel een vacature... Alleen voelen ja, met is wel weer een risico. Hè. We hebben bij voelen wel vaker gezien. Dan zijn ze gepromoveerd met aanvallend voetbal. <laughs> Gebeurt er in, in de zomer het nodige? Nu ook weer. Hè. Leno al gehaald. Eh, Palinha al gehaald. Hè, die, die Portugese Breker. Ja, ja. uh, Andreas Pereira. Um, Kluivert. Heeft hij het in zich om een sensatie te worden in de Premier League? Of is dat uh, heel moeilijk te zeggen? Aangezien hij eigenlijk nergens echt een sensatie is geweest. Hij heeft een paar goede wedstrijden gespeeld voor zowel Roma. En voor Nies vooral, vind ik. Ja. Afgelopen seizoen had ja. hij echt een paar wedstrijden dat echt swingde weer. Dat dus je echt dacht van yes, dit is de Justin Kluivert waar, uh, waar die bij Ajax viroren mee maakte, zeg maar. Die uh, rol. Ja. Ik, zou, ja, ik zou eerlijk gezegd niet op rekenen in de Premier League. Oeh. Omdat ik denk dat hem gewoon een heel lastig seizoen gaat beleven. Het is best wel lastig als je sowieso die switch moet maken van aanvallend voetbal. Ja, dan nou, toch vaak teruggedrongen worden in de Premier League. Want ja, blijven ze op dezelfde manier spelen dan worden ze weggetikt. Mm -hmm. uh, zaterdagmiddag al uh, thuis tegen Liverpool. Marco Silva is wel een trainer die voor aanvallend voetbal staat. Dus ik denk dat best wel snel onrustig gaat worden bij uh, Fulham. Um, ja, en ik denk gewoon dat ze tekort komen om erin te blijven. Dus ja, als je dan als aanvallende speler je daar moet laten zien in de selectie. Waar, ja, met ook nog best wel ja, veel opties zeg maar, die dicht bij elkaar liggen. Uh, waar je in geen moment echt helemaal zeker gaat zijn van je basisplaats. Denk ik dat het heel lastig wordt. Het is natuurlijk wel uh, ja, voor hem. Uh, en in interessant podium in de Premier League. Met Congo bij de selectie. Tete bij de selectie. Zeker. Maar of het de juiste stap is? Nee, ja, ik vraag hem af. Ik, zou Als ik hem was, zou ik eerder als het mogelijk is subtop Boenen zien gaan Een beetje een klappach bijvoorbeeld. Ja, Nou goed. Hij heeft zijn keuze al gemaakt, Bas. Ja. Ja. Ik had ook niet de waan dat ik daar invloed op zou hebben. Nee. Helaas. Dit was VI ZSM. Week 1 eigenlijk... Vind je het een leuke toevoeging? Nu, nu niet durven nee te zeggen. Hè, want... <laughs> nee, ik moet zeggen, ja, volgens mij is het leuk. Uh, de reacties zijn ook positief. Zeker. zeker, de reacties zijn hartstikke leuk. Dus dank daarvoor, jongens. Hartstikke leuk om te ontvangen. Nee, ja, daar ga je gewoon lekker door, toch? Ja, zeker als het seizoen gaat lopen. We hadden net hier uh, op de redactie een, een printje gemaakt van al de wedstrijden die uh, <laughs> dit weekend uitgezonden worden. Is niet normaal. Ah, wat een waslijst. <laughs> ja, echt een waslijst. Ja. Naar welke kijk je het meest uit, eerlijk zeggen. Um... Vanavond Crystal Palace Arsenal toch wel hè toch wel ja. een leuk. Een, een Palace leuk moet ik zeggen heb ik ook wel een zwak voor in, in Engeland een paar keer geweest gewoon een leuke leuke volksclub het, het kan daar wel uh, echt spoken ja, ja 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 dat is serieus Dat ja, weet ik ja, en je ja. denkt wel dat zal wel maar nee, nee nee ik heb ze ook vaak zien spelen jongen jij bent ik. gewoon gek op Sa Sa nou ja. dat ik uh, nu nog steeds speelt echt, ja best ja niemand kan hem betalen Nee, ik geloof dat hij voelt zich daar natuurlijk goed. Hij heeft een bepaalde vrijheid daar, hè? want op een gegeven moment die acties die hij aangaat, stelde dat hij dat bij City doet, net als Jackie Jackie Ja, op een gegeven moment wordt dan toch gezegd van: nou, Wilfried, uh, kies maar iets beter je moment uit. Maar bij Palace kan hij gewoon lekker zijn gang gaan. Was in de voorbereiding ook heel goed. Nou, die wedstrijd uh, kijk ik uit. Um, toch moet leven koesten in de eerste speelronde van de Bundesliga zaterdagavond. Uh, zondag natuurlijk West Ham uh, uh, City. Ook leuk, ja, Het Premier League debuut van Haaland. Ook in de Eredivisie, hè. Fortuna Ajax ben ik uh, benieuwd naar. Ga ik morgen naartoe. Voor nou, uh, Lu werk. Lucky. Ja, nou ja, Lucky kleren uh, rijden hoor. Ja, dat is toch mooi om een te zijn. Dat hè? is ook mooi. Ik vind het alleen jammer dat Burak Yilmaz er niet bij is nog. Ja, nee, klopt. Hij is niet helemaal uh, nee, fit, hè? Nee. Fit. Nou, natuurlijk heel veel papier, papierwerk wat nog geregeld moest worden. <laughs> ja, 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 we lopen uit, je af. uit, we gaan afronden. Ja, ik wilde Vitesse Fijners nog graag uh, noemen. Dat is zondag. ook een mooie ja. uitscheid. Vitesse is trouwens de enige club waar de begroting niet van bekend was, stond in het stuk van Tom Knippling. Ja, nee, ja, dat uh, tekent uh, Vitesse ook wel de laatste jaren. Hè? Het was toch al, uh, vaak wel lastig te doorgronden hoe dat uh, financieel uh, precies zat. Zeker. Bas, jij bedankt voor deze kraakheldere analyse. Uh, jongens, we zien jullie weer. Zetten ze hem? Nee, eigenlijk niet. We zien jullie maandag. <laughs> ja. Fijn weekend, heel veel plezier met alle wedstrijden en uh, we zien jullie dan. Ciao!